De KRO op Hilversum 2. Ons dinsdagavondtheater. Vanavond van Werner Koffler, plaatselijke toestanden, örtliche Verhältnisse. Vertaling Cora Paulet, regie Leon Povel. Hier moet het destijds gebeurd zijn. Foto links laat het hele drama in één oogopslag zien. Gerechtigheid die zijn loop nam. Ja, die goede oude spoorweg voert ons naar ons vakantieoord. Ze brengt ons vrienden en bekenden, maar ze verschaft ons ook alles wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud. Etenswaren en kolen, staal en hout. Ut, afiesel, haslag, bloemau, frietsens, wattens, windhaak, langwiet, unteroerasch, daim. Wat? Jazeker. Zo. Deze plaats is nog vrij. Wilt u met bezet? Oh, daar zit toch niemand? Wat zegt u? Hebt u een bezwaar tegen om het raam dicht te doen? Het docht. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Aankomst richting Ut, vertrek richting Haslag. Aankomst richting Afiesel, vertrek richting Bloemau. Aankomst richting Haslag, vertrek richting Fritsens. Aankomst richting Bloemau, vertrek richting Battens. Aankomst richting Fritsens, vertrek richting Windhaak. Aankomst richting Battens, vertrek richting Langwied. Aankomst richting Windhaak, vertrek richting Unterurasch. Aankomst richting Langwied, vertrek richting Daim. Aankomst richting Unterurasch, vertrek richting... Het station. Het station bestaat uit ten eerste de toegangsweg tot het station, ten tweede het stationsplein, ten derde het stationsgebouw. Met hal- en loketruimte, dienstvertrek van de perronopzichten, bagagedepot, dames toilet, heren toilet, woning van de stationschef, ten vierde het perron, ten vijfde de restauratie, ten zesde het fonteintje, ten zevende het magazijn van de plaatselijke coöperatieve zuivelfabriek met laadbrug en ten achtste het zijnwachtershuisje. Maar het zou een reis in de dood worden. Een retour unter Urasch. Toen Helmut Uberlacher, zie foto, dit kaartje kocht, wist hij nog niet dat er voor hem geen retour meer zou zijn. Verloor de wedloop met de dood. Kapelaan Julius Dierenbeck. De grote schuldige, de duivel van alcohol. Plotseling. De machinist heeft het niet meer kunnen voorkomen. Ondanks het onmiddellijk krachtig afremmen heeft hij de trein niet meer op tijd tot stilstand kunnen brengen. Te laat had hij de man op de spoordijk aanzien komen lopen. De machinist heeft het niet meer kunnen voorkomen. Nou, de reizigers hebben het onverwachte op onthoud eerst niet kunnen verklaren. Ik heb toevallig naar het raam gekeken en de spoorwegwanden bij de locomotief heen en weer zien rennen. De conducteur is toen de coupés afgegaan en heeft de reizigers ingelicht. We moeten op de marechaussee wachten. Een groot aantal reizigers is toen uitgestapt en heeft zich naar de locomotief begeven. Dat was geen ongeluk, dat was meer. Was een afschuwelijk gezicht, heeft de reiziger later gezegd. Daar uit het bos, heeft de machinist keer op keer herhaald. Daar uit het bos is hij plotseling opgedoken. De machinist heeft het niet meer kunnen voorkomen. Hij heeft het niet meer kunnen voorkomen. De machinist. N.B. Gedurende het oponthoud op de stations is het verboden van de wc gebruik te maken. Huiswerk. Waarom het verboden is gedurende het oponthoud op de stations van de wc gebruik te maken? Opstel. Ongetwijfeld. Instappen. In de trein stappen. Eerst ergens vandaan komen. Het stationsplein oversteken. Het stationsgebouw binnengaan. En in het stationsgebouw de pijl volgend naar het loket gaan. Voor het loket het reisdoel zeggen en een kaartje kopen. Zich omdraaien en de hal verlaten. Onder inachtneming van de dienstregeling het een of andere perron betreden. En op het perron op en neer, respectievelijk heen en weer lopen. Op een bank gaan zitten of wel blijven staan. Alleen of in groepjes rondhangen en de aankomst van de trein afwachten. Bij het binnenrijden van de trein volgens voorschrift achteruit stappen en dan instappen in de trein stappen. Instappen, in de trein stappen, door de trein lopen, een vrije zitplaats zoeken. En vragen naar... Vriendelijk of wel? Onvriendelijk of wel? Verlegen met zachte stem of wel? Hoe dan ook, de duivel mag weten hoe of God weet hoe. Naar een vrij plaatsje vragen.
gaan zitten. Zeker van uw zaak met Prins-diplomaat. Prins-diplomaat en de toekomst is voor u vandaag. Achteroverleunen. Achteroverleunen. Onafhankelijkheid, vrijheid, avontuur en Pinkel. Pinkel Shave Lotion voor de man van vandaag. Zich ontspannen. Iets koels. Even een korte pauze voor de reis verder gaat. Rijden en poseren met Meusendorfer. Meusendorfer mineraalwater. De drank voor de veeleisende reiziger. Blij zijn? Blij zijn met Climax Filter. Pittig van smaak, zacht op de tong. Een sigaret van wereldreputatie. Blij zijn met bruid en bruidegom, mamie en papi, oompje en tante, omie en opie, poepli en pieplie, klein frietje en klein tietje, olleke, bolleke en flapdrolleke. Ut, afiesel, haslag, bloemau, frietsens, wattens, windhaak, langwiet, unteroerasch, duim. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen, bijvoorbeeld. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. Uit het venster kijken dan. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. In de krant lezen dan weer. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Uit het venster kijken dan weer. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. In de krant lezen. Dan meer minder. Dan meer minder. Uit het venster. In de krant. Geïnteresseerd. Meer of minder. Uit het venster. Om ons heen de natuur. Kijken hoe het landschap voorbij vliegt, hoe een kerktoren groet, het doel wenkt, het dorp opduikt, de zon lacht, de hemel het goed met ons meent, een wolkenbank dreigt, een ruïne ons herinnert aan. Louter natuur. Dan weer. Lezen of wel. Kijken of wel. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen en. Kijken en. Lezen en. Kijken en. Naar gelang in de krant. Uit het venster. Lezen. Kijken. Lezen. Kijken. Lezen. Onlusten in. Dubbele punt. Onlusten in. Dubbele punt. Onlusten in. Dubbele punt. Tragische verlies. Kerk van Dalen, politie. Paragraaf 105. Clubs en verenigingen. Politie. Clubs en verenigingen. Club. Minder. Meer. Minder. Meer. Louter. Leest u alstublieft. Tijdens een hartig hapje werden de kanselier met name de economische en culturele verlangens van de bevolking voorgelegd. De bijeenkomst duurde geruime tijd en was zeer vruchtbaar. Leest u verder alstublieft. Het drama van Hengstwald. Leest u verder op bladzij 7 alstublieft. Ongeluk of zelfmoord. De machinist heeft het niet meer kunnen voorkomen. Ondanks het onmiddellijk krachtig afremmen heeft hij de trein niet meer op tijd tot stilstand kunnen brengen. Te laat had hij de man op de spoordek aanzien komen lopen. De reizigers hebben het onverwachte oponthoud eerst niet kunnen verklaren. De conducteur is toen de coupés afgegaan en heeft de reizigers ingelicht. Enkele reizigers zijn toen naar de locomotief gegaan. Eén reiziger heeft naderhand gezegd, het was een afschuwelijk gezicht. Kramer. Kramer is door de marechaussee geïdentificeerd als de wegens moord gezochte Frans Kramer. Of het een ongeluk of zelfmoord geweest is, of het opzet of slechts panische angst voor de marechaussee was, die Kramer bij het oversteken van de spoorbaan alle voorzichtigheid uit het oog deed verliezen en tegen de aanstormende trein deed aanlopen, is nog steeds een onopgeloste kwestie. Een feit is dat Kramer op die vrijdagochtend, zoals de voorman en de andere arbeiders gemerkt hadden, helemaal in de war en uitgeput op de bouwplaats gekomen was waar hij toen werkte. Dat Kramer ook de hele dag een zeer afwezige indruk gemaakt had. Dat? De voorman zelfs tegen Kramer gezegd had, ja, wat is er dan met vriend Kramer aan de hand? Heeft hij soms te veel gevreeën vannacht? Een ogenblik. Laat u niet voor de gek houden. De voorman zei niet te veel gevreeën, maar te veel ge. Onze excuses voor dit oponthoud. Het herstel van de schade is zo voor zijn roodkoper. Gebeurt. Dat. Kramer toen geantwoord heeft dat hij de hele nacht gedronken had. Dat? Het toen 's middags, vlak voor het naar huis gaan, plotseling gebeurde. Dat zoals? Drie van Kramers collega's zeiden, Kramer... Plotseling? Alles in de steek liet en als door de duivel bezeten in de richting van Hengstwald en de daarachterliggende spoordijk liep. Dat. De andere arbeiders hem nog verbaasd nariepen of hij kiriwiet geworden was. Dat.
spoedig erop een patrouillewagen van de marechaussee bij het bouwterrein gestopt was. Een wagen die Kramer waarschijnlijk al eerder gezien had. Dat? En dus? En dus in Ut aangekomen. En dus dat Kramer van de moord geweten moet hebben. Ja, sterker. Dat? Kramer door voor de marechaussee te vluchten zijn schuld erkend heeft. En dus? En dus? En dus in een oogwenk waren we en dus in Ut aangekomen. Een paar woordjes schrijven. We hebben vandaag een dag zoals de goede God die maar zelden schenkt. De lucht is blauw en ik geniet. Ik adem de stilte in waaraan we zo dringend behoefte hebben. Zeker in deze jachtige tijd. Jij als zakenman weet dat maar al te goed, mijn beste. Ik kom je helemaal bij. De zuivere boslucht doet me goed. Dus ga ik veel wandelen. Met mevrouw Geschiel. Een keurige, aardige dame van mijn leeftijd. Met wie ik uitstekend kan opschieten. Verder zijn hier bijna uitsluitend de oude, trouwe gasten van altijd. Het is net één grote familie die elkaar iedere zomer weer in Ut treft. Ook de Pefkes zijn er weer. Hij speelt cello in het Hamburgs Philharmonisch Orkest. Je herinnert je hem vast nog wel. En mevrouw Ivers uit Celle en mevrouw Worsch. En iedereen vraagt waarom jij dit jaar niet meegekomen. Zo, en nu moet ik langzamerhand ophouden. Vanmiddag gaan we, mevrouw Geschiel en ik, met de trein naar Afvissel. Er schijnt een mooie bedevaartskerk te zijn die we graag willen bezichtigen. En Theo brengt ons naar het station. Hij schrijft je ook nog een paar regels. En dus? En dus in Ut aangekomen liet ik het coupé-raampje zakken. Woensdag 17 juli. In Ut is overleden Agnes Stoutsen, gepensioneerd, 70 jaar, Gottesdaal 32, begrafenis donderdag aanstaande om 14 uur in Gottesdaal. Dan een schok en we reden weer verder. Kijken. Lezen, lezen en kijken, lezen. Kijken. Kijken en lezen. De Lüneburger Heide. Stem van het volk. De Thüringer Hoogte. Wil van het volk. Carinthische Meren. Frankfurter Zeitung. De Rijn bij Bingen. Lezen en kijken. Kijken en lezen. Onze medewerker Egon F. Kinselman sprak met districtsinspecteur Keizer Zieder. Meneer de inspecteur, Maria Pietelman is dood. Wat denkt u, zou Frans Kramer het gedaan hebben? Kramer is de enige die het gedaan kan hebben. Ten eerste, als hij Maria Pietelman niet vermoord had, zou hij niet voor ons op de vlucht geslagen zijn. Ten tweede, Kramer heeft langdurige intieme betrekkingen met Maria Pietelman onderhouden. Dat hij opzettelijk of per ongeluk onder de trein is gekomen, is een tragische bijkomstigheid. Dank u, meneer inspecteur. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. De extra berichten, de Beierse Alpen, de Ochtendkoerier, het Taunusgebergte, het Avondbladnieuws, de Wachau, het Weekblad, de Grote en Kleine April. Zou ze op het perron staan? Waar? In Afvissel. Zou ze... Aflens? Afvissel. Afvissel? Afvissel. Zou ze... De volgende pagina, alstublieft. Vergelijk de afbeelding op onze fotopagina, AUB. Foto linksboven. Maria Pichman, 47, ongeschoold arbeidster. De krachtige taal van de mannen van haar klasse mocht ze graag horen. Foto rechtsboven. Nam de oplossing van het raadsel voorgoed mee in het graf. Frans Kramer, 44, ongeschoold arbeider. Foto midden. Onderzoek ter plaatse. Van links naar rechts. De gerechtelijke arts Dr. Hauer Dörfel. Politieinspecteur Niedermoser. En districtscommandant Sablatsnik. Op deze divan, pijl, werd Maria Pichelman gewurgd aangetroffen. Foto linksonder. Opzet of toeval. De plek des doods bij Hengstwald tussen Frietsens en Wattens. De machinist van de trein kon het, ondanks onmiddellijk krachtig afremmen, niet meer voorkomen. Foto rechtsonder. De bouwplaats waar Kramer het laatst werkzaam was. Toen hij de politieauto zag, verloor hij zijn positieve. Dit is makelaar Gordon Boyd. Hij beweert Kramer niet gekend te hebben. Als hij op een keer naar zijn buitenhuis bij Cambon gaat, doet hij een ontdekking. De eigenares van deze schoonheidssalon is de elegante weduwe Mary McCormack. Ook de vermoorde vrouw behoorde tot haar klantenkring. Die bewuste vrijdagmiddag kreeg Mrs. McCormack een anoniem telefoontje.
Jennifer, die bij Mrs. McCormick in dienst is, was vroeger verloofd met Kramer. Met het weekeinde maakt ze graag een uitstapje. Bijvoorbeeld naar Camborne. De baas van het benzinestation Cecily Jones houdt niet alleen van snelle sportwagens, maar ook van mooie vrouwen. Zijn garage is ook zo nu en dan onder werktijd gesloten. Een foto uit gelukkige dagen. Frans en Anna Kramer na hun bruiloft. Met Maria Piegelman schond hij zijn huwelijkstrouw. Kijk hoe het landschap voorbij vliegt. Hoe een kerktoren groet. Het doel wenkt. Een dorp opduikt. De zon lacht. De hemel het goed met ons meent. Een wolkenbak dreigt. Een ruïne ons herinnert aan... En dus, in Afiesel aangekomen, liet ik het coupé-raampje zakken. Dit huis, vreemdeling, is een Afieseler huis. Deze heer, vreemdeling, is een Afieseler heer. Deze hond is een Afieseler hond. Deze hoffelijkheid, vreemdeling, is Afieseler hoffelijkheid. De deur waardoor je naar binnen gaat, vreemdeling, is een Afieseler deur. De boom waaronder je staat, vreemdeling, is een Afieselerboom. De lucht die betrekt, vreemdeling, is de lucht boven Afiesel. Richtlijnen voor reizigers naar Afiesel. Als u uit Koblenz komt, ga dan de hoofdstraat van Afiesel door. Als u uit Voelsbüttel komt, neem dan uw intrek in het Afieseler Hotel. Als u uit Hamburg komt, maak dan een praatje met de inwoners van Afiesel. Als u uit Nuremberg komt, leer dan de bevolking van Afiesel kennen. Als u uit Nuremberg Langwasser komt, leer dan de spontaniteit en de openheid van de bevolking van Afiesel kennen. Als u uit Itzehoe komt, woon dan een Afieseler bonte avond bij. Als u uit Ham komt, breng dan een bezoek aan de Bedevaartskerk van Afiesel. Maar waar u ook vandaan komt, kom, kom, kom! Afiesel dankt u. Afiesel dankt u. Toen schoof ik het raampje weer omhoog en we reden weer verder. Om ons heen de natuur. Natuur. Heerlijk, heerlijk. Natuur. Louter natuur. Natuur. Zoals altijd. Uit het venster kijken dan. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. In de krant. De krant schrijft, tegen Kramer pleit verder nog, zijn lichtzinnige, onverantwoorde levenswijze, zijn primitieve aard, ja zijn laag bij de grondse gedrag. Kramer werd in 1926 als zoon van weliswaar arme, maar daarom niet minder eerlijke, hardwerkende ouders in Lamberg geboren. In Lixlau heeft hij de lagere school bezocht. De ambachtsschool in Altauzee heeft hij moeten afbreken, omdat zijn ouders naar Weirecht verhuisden. Daarop is Kramer in de leer gegaan bij een bakker in Timmelkan, maar dat is hem waarschijnlijk niet goed bevallen, want hij heeft zijn leertijd al gauw afgebroken en is daarna bij boer Beham in Kemating en later bij Ugger in Bach bij Weirecht gaan werken. Dat wil zeggen wat Kramer onder werken verstaan heeft, want ook bij de boer heeft hij het niet lang uitgehouden. Vreemd genoeg heeft hij toen een baantje bij de PTT gekregen. Op zijn 18e heeft Frans Kramer zijn eerste liefdesavontuur beleefd. Zijn vlam heette Rezi. Ja. Een mensenleven lijkt op een trein. Ja, ja. Hier, het is instappen en uitstappen. Ja, ja, ja. Haslag? Ja, ja. Niet waar, hè? Om Rezi zijn overweldigende liefde te bewijzen, heeft Franse beloofd alles te doen wat ze begeerde. En wat had ze begeerd? Een horloge heeft die mooie geliefde begeerd. Maar niet één zoals je gewoon bij de horlogemaker kunt kopen. Nee, een andere. Kramer heeft de diefstal zo slim aangepakt dat de politie hem meteen kwam halen. Eerste maal bestraft door de rechtbank van Altauzee. Uit bij de PTT. Weer bakkersknecht. Ditmaal in Bad Issel. Daarna bij de arbeidsdienst in Olmuts. En vervolgens weer bij bakker Fraundorfer in Bad Issel. Op 15 oktober 1943 ingedeeld bij de Duitse marine. En dus? En dus in een oogwenk waren we in Haslag aangekomen. Liet ik het coupé-raampje zakken. U hoort de klokken van de parochiekerk van Sant Jacob in Haslag. Het idyllische marktplaatsje Haslag werd voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1463.
Haslach. Haslach als zodanig. De gemeente Haslach als leefmilieu. Haslach een politiek spanningsveld. De Haslacher sociologisch bezien. Psychologie van de Haslachers. In juni werden in Haslach geboren uit het echtpaar Helmoet en Regine Frans Heimo. Uit het echtpaar Leopold en Barbara Niederwolfsgrube Philomena. Uit het echtpaar Sepp en Herta Oberlegger Marcus. En de dienstbode Johanna Pollack schonk het leven aan Sabine Christine. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken en. Lezen en. Kijken en. Lezen en. Zo nu en dan in de krant of zo nu en dan uit het venster of. Bla, 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 bla. En als u, lieve luisteraars, als u misschien mocht denken dat ik het voor me genoegen doe hier te zitten schrijven, aan dit soort overgangetjes te prutsen, kijken, lezen, omlijsting, handelingsschema en zo. Als u dat soms mocht denken, heb u zich lelijk vergist. Ja, verbaas u zich daar maar over. Nou heb ik u waar ik u hebben wil, want nou praten wij samen. Nu ben ik bij u thuis. Het ziet er mooi uit. Net zo bekakt als ik me had voorgesteld. Ja, van uw huis moet iedereen afblijven, ik weet het. U gaat reageren. U reageert nu. Of ik snij uw dingen eraf van voren. Ja, u bedoel ik, lieve luisteraar. U bent toch de baas in huis? Het hoofd van het gezin. U, kleine lieve heer. U stuntelige autoriteitsnaaper. Wat denkt u eigenlijk? Wat is uw hooggeëerde mening? Zoiets kan je niet doen, denkt u. Je kunt de luisteraar niet zo voor het hoofd stoten. Maar dat kan, zoals u ziet. We hebben toch een goed gesprek? U reageert eindelijk. En nog wel zuur. U bent, zoals ik zeer juist aangenomen had, een geestelijk kreupele. Ja, word nou maar kwaad, wint u nou maar op. U bent geestelijk een kreupele. U bent een lieve, beste luisteraar. Kalmeer nou toch, papi doet er toch niks. Een lieve luisteraar bent u. We hebben toch alleen maar het beste met u voor. U bent een heel, heel lieve luisteraar. U bent een goedenavond, lieve luisteraar. U bent een, wij heten u weer van harte welkom, lieve luisteraar. Papi doet u toch niks? U bent een lieve luisteraar. Lief, U zult zich herinneren. Weet u nog? Je moet je vader en je moeder eren, opdat het je enzovoort enzovoort. Weet u nog? Uw haat hebt u altijd voor u gehouden. Weet u nog? Weet u nog? Wie zijn kind lief heeft, kastijdt het. Weet u nog? Als je daar nog een keer aankomt, dan mag je niet aan zitten. Dat is vies. Dan kom je in de hel. En onze lieve heer ziet alles. O wee als je het nog eens doet. Weet u nog? Dat zeg ik tegen het kindeke Jezus. Weet u nog? Nu haal ik de boeman. Weet u nog? Streng. Maar rechtvaardig. Weet u nog? Wacht maar tot papi thuis komt, dan zwaait er wat. Weet u nog? Op de knieën. Weet u nog? Papa, wees alsjeblieft niet meer boos op me. Weet u nog? Als ik nee zeg, is het nee. Weet u nog? Je hebt de gehoorzame en verder uit. Weet u nog? Een kind moet doen wat hem opgedragen wordt en verder uit, basta. Weet u nog? Hebt u een onkuisheid begaan? Weet... Voor straf schrijf je 50 maal, ik mag mijn meerdere niet in de rede vallen. Weet u nog? Moet dat uit het hoofd geleerd voorstellen? Weet u nog? Sta toch op als je tegen me spreekt. Weet u nog? Als werkgever ben ik in dit geval je chef, snotaap. Weet u nog? Als je je aanpast en altijd doet wat je gezegd wordt, zullen we het zeker goed met elkaar kunnen vinden. Weet u nog? En als je niet, dan... Weet u nog? Ik beveel u. Weet u nog? Het krijgswezen. Weet u nog? In de loop der tijden. Weet u nog? Dekken! Sprong voorwaarts! Dekken! Sprong voorwaarts! Dekken! Machinegeweer vuur van achteren!
De weg bij hem glijdend bereiken. Glijdend, Hansvat. Weet u nog? Jawel, sergeant. Jawel, korporaal. Jawel, conducteur. Jawel, wachtmeester. Jawel, meneer. Weet u nog? Weet u nog? De sergeant is de moeder van de compagnie. De commandant is de vader van de compagnie. Weet u nog? Mami. Papi. Mami. En papi. Weet u nog? Weet u nog? U hebt het recht zich voortijdig bij het recruteringsbureau te melden. Maar u hebt niet het recht zich te laat of helemaal niet bij het recruteringsbureau te melden. Verzet u daartegen. U hebt de plicht zich te laten verminken. Maar u hebt niet het recht zichzelf te verminken. Verzet u daartegen. Kom in opstand. Kom in opstand. Kom alsjeblieft in opstand. Ik vind het eenvoudig weerzinwekkend hoe het intiemste en heiligste van de mens door de modder gehaald wordt. Felix Maier, hooggeplaatst militair in Klagenvoort. Ik praat u omver, zodat u ophoudt zich omver te laten praten. Ik licht u op, zodat u ophoudt zich te laten oplichten. Verzet u daartegen. Voor een uitvoerige beschrijving van de misdaad zie bladzijde 7. Verzet u daartegen. U hebt plichten die al bestonden voordat u bestond. Hoe komt u daarbij? Verzet u daartegen. U hoort reclame. Verzet u daartegen. Defensie is een erezaak. Beroepssoldaat. Een beroep voor echte mannen. Een beroep voor u. Wat een brutaal tuig. Inderdaad. Verzet u. Verzet u met huid en haar. Maar eerst een sigaret. Dat kalmeert. Dan weet men wat men te doen heeft. Climax filter. Voor mensen die weten wat in is. Boing. Kijk. Lezen. Lezen en kijken. Kijken. Lezen. Kijken en lezen. De brandweerblad. De Domte Goel. Het Bakkersblad. De Donaubrug. Het Avondblad. Het Bergmassief. Het Autoblad. Eretour onder Oorhuis. Eretour Lagwiet. Eretour Windhaak. Retour Wattens. Retour Fritsens. Retour Bloemau. Eretour Haslaap. Eretour Affiezen. Kijken hoe het doel wenkt. De zon lacht. De hemel het goed met ons meent. Hoe Kramer toen... Haslaag vertrek 16:31. Bloemau vertrek 16:37. Fritsens vertrek 16:42. Hoe Kramer tijdens een zomervakantie zijn latere vrouw leren kennen. Hoe Kramer fataal verliefd werd op deze Anna uit Vooralberg. Hoe Frans dan met zijn droomvrouw trouwde. Hoe hij al gauw merkte dat die vrouw... Het blijkbaar niet zo nauw placht te nemen met de liefde. Hoe Frans Kramer tegen het einde van de oorlog in gevangenschap geraakte. Hoe hij naar Oostenrijk terugkeerde. Hoe de piepjonge echtgenoot gescheiden van zijn vrouw leefde. En haar nog slechts zo nu en dan ontmoette. Zo zou het blijven tot het afschuwelijke einde. Hoe Kramer... Zich met andere vrouwen afgaf. Hoe hij als hulpbouwvakker bij de gerenommeerde firma Dobrova in Atnang begon. Daarna bij het ingenieursbureau Tosca in Salzburg werkte. En tenslotte bij het Zauner in Fokkelaarbroek terechtkwam. Hoe een bergketen voorbij vliegt. Een ruïne ons herinnert aan... En dus, in een oogwenk waren we... En dus in Bloemau aangekomen, liet ik het coupé-raampje zakken. De Bloemauer blaaskapel onder leiding van... heeft zojuist haar plaats genomen. Met daarnaast het schoolkoor onder leiding van... En ook het comité van de jonge burgers is verschenen. Aangevoerd door... En twee aantrekkelijke jonge dames in de schitterende traditionele Bloemauer klederdracht. En natuurlijk, dames en heren, heel, heel veel Bloemauers die gekomen zijn om deze oude verdienstelijke leerkracht die op deze zonnige herfstdag afscheid neemt, te bedanken. Aan een scheidende leerkracht. Gedicht in 4 strofen. Uit ons aller hart en monden klinkt een woord van dankbaarheid. Voor u in deze afscheidstonde... Gij die ons zo dierbaar zijn. Wegens tijdgebrek kunnen we de laatste 3 stroven slechts gedeeltelijk uitzenden. Veel goed gedaan. Rechte pad. Menig traan. Toch gehad. Les geleerd. Bij de wereld. Goed beheerd. Die daar het wereld. Steeds gedenken. Toekomstblik. Naar ons wenken. Blij geluk. Bloemau zien en sterven. Dat was 1. Wat vindt u? Andreas Mertel. 48, kleine neringdoende uit Bloemau.
Ik geloof dat de vijand onze grootste tegenstander is. Victor Eerman, 59, afgevaardigde uit Bloemau. Ik zou me niet zonder meer bij deze opvatting willen aansluiten. Nee. Nee. In geen geval. Ja, nee. Hoe absoluut niet. Niet dat ik... Ja, nee, niet gebeurd. Nee. Plotseling. Overwacht het is overmacht. Het ging allemaal zo snel. Een schok en we reden uit het weer oog, uit het hart. Het noodlot sloeg dat toe. Dat toegankelijk is vergaat, ja. Ja. Natuurlijk. Ja. Waarom niet? Heel zeker. Zonder meer. Moet wel. Ja. Laten we gesprek voeren. We hebben vandaag in de trein van Ut naar Daim gesproken over dat. Dat, zoals de krant... Schrijft, vermoedt, bericht, weten berichten. Dat Kramer en Maria Pichelman elkaar op een bouwtrein bij Fritsens hebben leren kennen. Dat Maria Pichelman iemand was die... Haar primitieve instincten graag de vrije loop liet. Die haar primitieve instincten graag de vrije loop liet. Dat zij de krachtige taal van de bouwvakkers graag mocht horen. Dat Maria Pichelman... Meteen een oogje op de man heeft laten vallen en daar geen geheim... Dat Maria Pichelman meteen een oogje op de man heeft laten vallen en daar geen geheim van maakte. Dat ze Kramer al een paar dagen later op de thee vroeg bij haar thuis. Dat Kramer al gauw merkte wat de vrouw van hem verwachtte. Dat de moreel niet sterk in zijn schoen staande getrouwde man. Ja, dat de moreel niet sterk in zijn schoenen staande getrouwde man. Zijn vrouwelijke collega ook niet lang heeft laten smachten. Dat Frans Kramer met de 3 jaar oudere vrouw... Meer dan alleen maar een slippertje. Het Affiesel, Haslach, Bloemau, Fritsens, Wattens, Windhaak, Langwied, Unteroerasch, Daim. In een oogwenk. En de zin. De berg aan uw rechterhand is de IJzenhoed. Hij heeft de vorm van een hoed. De berg aan uw linkerhand is de Hoepauf. De donkere stip onder Gintse rots is de Karlsbader Hütte. Hij is eigendom van de plaatselijke alpinistenvereniging. Overigens is Fritsens, u zult daar in een oogwenk zijn, zoals u, wanneer u daar aangekomen het coupé-raampje laat zakken zult bemerken, een plaatsje dat in tegenstelling tot het naburige Wattens een bezoek zeer de moeite waard is. Fritsens, Wattens, 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 Fritsens! Valt Fritsens frenetiek aan, verdedigt Wattens fanatiek. Valt Wattens fanatiek aan, verdedigt Fritsens frenetiek. Valt Fritsens fanatiek aan, verdedigt Wattens frenetiek. Valt Wattens frenetiek aan, verdedigt Fritsens fanatiek. Fritsens is een reisje waard. Wattens is geen reisje waard. Fritsens is een reisje waard. Wattens is geen reisje waard. Wattens irriteert op het eerste gezicht. Fritsens irriteert niet op het eerste gezicht. Wattens irriteert op het eerste gezicht. Fritsens irriteert niet op het eerste gezicht. Wattens. Wattens heeft... Een longsanatorium. Een steenfabriek, gebroeders Eepner. Een overdekt gemeentebad, een Cisterciënzerklooster, een Herman Leunsbank, een 100-jarige eik, heeft initiatief, heeft een toffele moon als burgemeester, reserveofficier Oscar Planken. Fritsens? Fritsens heeft... Een cultureel centrum, een cementfabriek, eigenaar professor Egon Hofman, een zelfkarner, een tricotagefabriek, een Michael Sierafontein, een Andreas Hover gedenksteen, heeft charme, heeft een rooie als burgemeester, Tony Blemenschütz. De Fritsensen zijn sanguinici. De Wattensen zijn cholerici. De Fritsensen zijn melancholici. De Wattensen zijn flegmatici. De Fritsensen zijn heteroerotici. De Wattensen zijn homoerotici. In Fritsens werd de houtsnijder Erhard Zeiwald geboren. In Wattens werd de componist Bernard Kreisel geboren. In Fritsens heeft Jozef Friedrich Perkoning een keer gelogeerd. In Wattens heeft Rudolf Hans Bartz een keer gelogeerd. In Fritsens kraait geen haan naar je. In Wattens helpt geen hondje uit de nood. In Fritsens spelen de Charlies, Charlie Hooper en zijn combo. In Wattens spelen de Tommies, Tommy Melger en zijn combo. In Fritsens. Is het zo? In Wattens. Is het zo? Fritsens. Zo. Wattens. Zo. 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 Zeer interessant. Hoogst eigenaardig. Iets wat merkwaardig. Vindt u ook niet? Vindt u ook niet? Vindt u ook niet? Tot zover ging alles goed. Een laatste blik op de heuvel. De 100-jarige eik strekte zijn machtige armen uit, als wilde ook hij u vaarwel zeggen. Dan een schok. En we reden weer verder. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen, bijvoorbeeld. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. Uit het venster kijken dan. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. In de krant. Zoals de krant veronderstelt, uiteenzet, vermoedt. Lezen.
dat er tussen Kramer en... Zoals de krant verklaart, bewijst, berekent en aan de hand van aanwijzingen aantoont... Tussen Kramer en Maria Pichelman vaak spanningen waren. Dat vooral Maria Pichelman de laatste tijd tegenover kennissen negatief over haar minnaar sprak. Ja, dat ze zelfs een keer gezegd heeft dat hij Kramer weinig meer klaarspeelde. Hij was een slapjanus. Hij had hem alleen nog maar om pipi te doen. Maar zij had genoeg aanbidders. Aanbidders noemde de ontaarde vrouw de schade mannen die zich ertoe leende haar primitieve lusten te bevredigen. Kramer, door kennissen gesaard, had gezegd... Marie is een slet, ze kon hem maar beter de waffel houden. Anders zou hij haar truffel er wel eens een keer uitsnijden. En dat koort voor de moord. Hoe diep kan een mens niet zinken? De mens zinkt dieper dan men denkt, zoals de krant schrijft hoe het... landschap voorbij vliegt, hoe de krant schrijft, hoe een wolkenbank dreigt, hoe de krant schrijft, hoe het doel wenkt, hoe de krant, hoe de zon, hoe de krant, hoe de hemel, hoe de... Hoe bracht de duivel van Fritsens de avond voor de moord door? Getuigenverklaringen en reconstructies. De hospita van Kramer, de gepensioneerde Herminer Oberlegger, 67, verklaart dat haar kamerhuurder op die desbetreffende donderdag een tientje wilde lenen. Maar dat ze toen tegen hem gezegd heeft dat ze zelf krap zat. Hij moest maar eens wat sparen en niet alles naar de kroeg brengen. Dat haar spaarcentjes weg waren... altijd hadden ze tussen twee stukken linnengoed in de linnenkast gelegen... en opeens waren ze er niet meer... had ze pas 2 dagen later op zaterdag gemerkt. Kramer is, zoals gezegd, op vrijdag al onder de trein gekomen. Dat het niet te geloven was, eenvoudig niet te geloven, dat ze er nu pas achtergekomen was. Wat voor een mens, ja, wat voor een onmens ze zo lang onder haar dak had geherbergd. Ongelooflijk was het. Want wie denkt nou aan zoiets? Maar natuurlijk, een mens die niets meer van God wil weten. Kramer ging immers ook nooit naar de kerk. Hij was over het geheel genomen toch al niet bepaald netjes, zoals zijn kamer er altijd uitzag. In ieder geval was Kramer dan om even over 7 weggegaan... en ook 's nachts, zoals hij zo vaak deed, niet thuisgekomen. Zij, Hermine Oberlegje, had nog gedacht... hij zal wel weer naar die H toe zijn. U weet wel. In Windhaak dus. Naar die... gegaan zijn. Nou ja, doodmaken mag je natuurlijk nooit. In Windhaak aangekomen, liet ik het coupé-raampje zakken. Wilhelm Pfeiffer, slagerij... Windhaak, Schietstraße 6. Modesalon en maatkleermakerij... Biedermann. Windhaak, Hauptstraße. Oscar en Grete. Winterstein, Windhagen, Kamphagenspinnerij. Valentin Olzagers. Herberg met de Zeis. Degelijk en gastvrij tegelijk. Voortreffelijke maaltijden. Anton K., chauffeur bij de post, de Windhaak. Humanitas filter en geen ander. Hij weet waarom. Ignaz P., elektricien, de Windhaak. Humane Ludwig Boy. En geen ander. Hij weet waarom. Eva Maria F., huisvrouw, de Windhaak. Humaan met 2 witmakers en geen ander. Zij weet waarom. Albine O., kapster, de Windhaak. Humanitin Forte en geen ander. Zij weet waarom. Ingenieur Frans N., architect, de Windhaak. Repressief Humanitaire Unie en geen ander. Hij weet waarom. Waarom? 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 Dat hebben we ook aan professor Brunningen gevraagd. Professor, waarom is dat zo en niet anders? Ja, die vraag lijkt mij uiterst essentieel. Ik mag hem misschien beantwoorden met een citaat uit mijn eigen werk. Met een citaat dat volgens mij de sleutel is tot wezenlijk begrip van dit werk. En dat citaat luidt, wat vergankelijk is, vergaat... Dank u wel, professor Brunningen. Lezen. Kijken. Kijken en lezen. De wereld. Rivieren. De voren. De dalen. De bonden. De akkers. De daden. De dorpen. De tijden. Kijken. Lezen. Kijken en... En dus? En dus, in een oogwenk. En dus, in lang niet aangekomen, liep het coupé-raampje zakken. Langlied. Bedrijfsuitstapje van de firma Schöfman. Door een royaal gebaar van de bekende firma Schöfman in Langwied beleefden arbeiders en kantoorpersoneel van deze firma een heerlijke dag in de vorm van een uitstapje. Met de autobus ging de tocht bij stralend weer over Lilienveld,
Annaberg en Wiesen naar Neu-Altenberg. 'S Middags werd een boottochtje gemaakt op het Altenburger Meer. In een restaurant in Lilienfeld werd dit voor alle deelnemers ongetwijfeld onvergetelijke uitstapje, waaraan ook de beide firmanten deelnamen, vrolijk en stemmingsvol uitgeleid. En toen? En toen een schok en we reden weer verder. Laten we praten. Laten we praten. Laten we tussen Utten en Fiesel praten over... Eén met de jeugd, één met de tijd. Die zelf een moeilijke jeugd heeft gehad. Tussen Afiesel en Bloemau over... Ons hoogste goed, de vrijheid. Wie is er nou niet tegen oorlog? Tussen Bloemau en Fritsens over... Een beschermd bestaan. Juist, ik ben voor handhaving van de krijgsmacht. Voor karaktervolle of vervaardige het vaderland getrouwe soldaten. Tussen Fritsens en Wattens over... Goede scholen, flinke jeugd. De jongeren van nu zijn de volwassenen van morgen. Tussen Wattens en Windhaak over... Een groot man keerde huiswaarts. Zijn leven was werken en liefde tot God. Tussen Windhaak en Langwiet over... Een gelukkig gezin. Ons huis is vervuld van liefde en vrolijkheid. Tussen Langwiet en Oeterurasch over... Levensvreugde in het hele land. Het harmonische van een gezamenlijk beleven. Tussen Oeterurasch en Duim over... Traditie en vooruitgang. De vooruitgang is van belang. De traditie levend. Laten we praten. Laten we lezen. Laten we nu lezen. Laten we nu lezen op bladzij 7, bladzij 9, bladzij 13. Een merkwaardige lucht. Verklaring van de conciërge Bernice. Op vrijdagmorgen wou ik naar de zolder gaan om de vlag te halen... om die ter ere van de nationale feestdag uit te steken. Toen ik langs de woning van Maria Biegelman kwam... toen heb ik zo'n zo'n vreemde lucht geroken. Zoiets als puntje, puntje, puntje. Ik kan niet precies zeggen waarnaar het rook... maar ik wist meteen, hier klopt iets niet. Iets klopt hier niet. Iets is hier mis. Puntje. En toen heb ik natuurlijk meteen puntje. Dit is makelaar Gordon Boyd. Hij beweert Kramer niet gekend te hebben. Als hij op een keer naar zijn buitenhuis bij Camborne gaat, doet hij een ontdekking. De eigenares van deze schoonheidssalon is de elegante Mary McCormack. Ook de vermoorde vrouw behoorde tot haar klantenkring. Die bewuste vrijdagmiddag kreeg Mrs. McCormack een anoniem telefoontje. Jennifer, die bij Mrs. McCormack in dienst is, was vroeger verloofd met Kramer. Met het weekende maakte ze graag een uitstapje. Bijvoorbeeld naar Camborne. De baas van het benzinestation Cecil D. Jones houdt niet alleen van snelle sportwagens, maar ook van mooie vrouwen. Zijn garage is ook zo nu en dan onder werktijd gesloten. Dit is de conciërge Harmoed Wernies. Hij verklaart niks gehoord of gezien te hebben. Toen hij vrijdagmiddag een vlag van de zolder wilde halen, rook hij een vreemde lucht. De bewoonster van de onder de Biegelman gelegen woning is de gepensioneerde mevrouw Francisca Mantler. Ze zou de vermoorde vrouw in zijn zeer twijfelachtige dienst bewezen hebben. Ze was altijd erg geïnteresseerd in wat er in de woning boven haar voorviel. Berger, een collega van Kramer, was een hartstochtelijk cafébezoeker. Ook op die vrijdagavond was hij onderweg naar het café toen hij Kramer ontmoette. De bekende bouwondernemer ingenieur Horst Tienthof houdt niet alleen van oude boerderijen, maar hij houdt ook van rust in zijn bedrijf. Je kunt niet in de mens kijken voor je ze in dienst neemt, zegt hij. Uit het venster kijken, dan weer. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. In de krant lezen. Dan meer minder. Uit het venster. In de krant. Geïnteresseerd. Meer of minder. Uit het venster. Hoe kun je zo'n mens nog een mens noemen? Vraag het aan het Ochtendblad. Vraag het aan de Volksbode. Vraag het aan het Avondblad. Vraag het... Hoe gemeen kan een mens denken? Dat weet het Dagblad. Dat weet het Weekblad. Dat weet de Stem van het Vaderland. Dat weet... Hoe satanisch kan een mens handelen? Ja, ik begrijp het niet. Hoe kan een mens... En dus? En dus, in Unteroerasch aangekomen, liet ik het couperen aan die zakken. Dagboek uit Unteroerasch van 29 juli. 'S Middags. Geluncht in de kloosterkelder. Uitstekend. Daarna een middagdutje. Later thee gedronken op het zonnige terras van het pension. Unteroerasch, verenigingen en clubs. De eerstvolgende scheidsrechtersvergadering wordt op 8 augustus gehouden in café-restaurant Hover. De plaatselijke bond van oudsoldaten belegt een bijeenkomst met de bond van oudsoldaten uit Kirchveld.
Op zaterdag 6 augustus wordt in zaal Stelshammer een feestelijke bijeenkomst van de jonge burgers gehouden. Programma, zingen van het bondslied, muziekuitvoering, begroeting door de burgemeester, feestreden van de districtscommandant, aanbieding van een geschenk aan de jonge burgers, dankwoord door een van hen, volkslied Slotmars. De bedevaart van de vrouwenvereniging naar Maria Stijn begint niet zoals foutief aangekondigd om 6 uur, maar al om 5 uur 's ochtends op het kerkplein. Unteroeras, tragische zelfmoord. De 43-jarige Maria Steiner heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag door middel van een overdose slaaptabletten van het leven beroofd. Men vermoedt dat de komst van een buitenechtelijk kind de vrouw de dood in heeft gedreven. Unteroeras, popfestival van de katholieke arbeidersjeugd. De Kajot Unteroeras organiseert aanstaande zondag in de parochiezaal een popfestival met wedstrijd voor de deelnemende bands. Optreden van de Honeys uit Strobel, Happy Five uit Kutjag Mountain en de Sandpipers uit Unteroeras, toegang vrij. Onverhoopt komt uit het oog uit. Ging het allemaal zo? Ondanks het onmiddellijk krachtig afremmen. Niet meer te helpen. Kaartjes alsjeblieft. Dank u. Die volgende pagina alsjeblieft. Dank u. Zie ook de foto's op onze fotobijlage van vandaag. Met zijn ouders Ernst en Anna Kramer in Lamberg. Op de lagere school in Lieksau bij Altouwzee. Op de ambachtsschool in Altouwzee. Bij zijn ouders in Weirek. Als bakkersleerling in Tiemelkamp. Als arbeider bij Boer Beham in Kemating. Bij Ugger in Bach bij Weirek. Als pas aangestelde bij de PTT. Bij zijn arrestatie door de marechaussee. Voor het districtsgerecht in Altouwzee. Bij Bakker Vrouwendorf in Bad Ischl. Bij de Weermacht in Olmütz. Als soldaat bij de marine. Als volontair bij de firma Dobrovan. Bij de bouwfirma ingenieur Tosca in Salzburg. Als overschooltarbeider bij de wetzauner. Met zijn vrouw en schoonouders in Voor Op de bouwplaats van bouwondernemer Tienhoof bij de trein gegrepen, verbrijzeld op het traject Utdijm. Als duivel in mensengedaante in uw dagblad. Het land de krant, een dorp de krant, de zon de krant, de rots de krant, de berg de krant. Kramer, schrijft de krant, was een schoolvoorbeeld van een zogenaamde gewetenloze psychopaat. Hij gaf blijk van een verbijsterend gebrek aan datgene wat wij medelijden, berouw, geweten en naastenliefde noemen. Hij wist uitstekend wat goed en slecht is, maar hij weigerde zich aan de regels van de moraal te houden. Op deze wijze werd hij een verscheurend beest. Een kerkgebouw de krant, een wolkenbank de krant, een heuvelrug de krant, de tijd verstrijkt de krant, het doel in zicht. In een oogwenk? Ja, in een oogwenk zullen we in Duim zijn. In Duim zal alles goed zijn. In Duim zal alles anders worden. In Duim zal orde heersen. Kies daarom! We zullen een veilige toekomst tegemoet gaan. We zullen een mooier huis in een nog mooier Duim krijgen. We zullen voor de oude vandaag zorgen. We zullen de jeugd een kans geven. We zullen... Kies daarom! We zullen dit soort hoorspelen niet langer tolereren. We zullen ons niet alles meer laten welgevallen. We zullen een klacht indienen. Dank u! En in Duim aangekomen, stapte ik uit de trein. In ons dinsdagavondtheater hebt u geluisterd naar Plaatselijke toestanden, örtliche Verhältnisse van Werner Köffler. Vertaling Cora Poulet. De medewerkenden waren Gerrie Mantel, Joke Hagelen, Hans Karsenbarg, Pauline van Reenen, Rob Verstraten, Willy Bril, Willy Ruis en Betty Kapsenberg. De regie had Leon Povel. U zult zich herinneren. Mami! Papi! Mami en papi! Weet u nog? Je moet je vader en je moeder eren, opdat het je enzovoort enzovoort. Weet u nog? Uw haat hebt u altijd voor u gehouden. Weet u nog? Weet u nog? Wie zijn kind lief heeft, kastijdt het. Weet u nog? Als je daar nog een keer aankomt, dan mag je niet aan zitten. Dat is vies. Dan kom je in de hel. En onze lieve Heer ziet alles. O, wee als je het nog eens doet. Weet u nog? Dat zeg ik tegen het kindeke Jezus. Weet u nog? Nu haal ik de boeman. Weet u nog? Streng, maar rechtvaardig. Weet u nog? Wacht maar tot papi thuis komt, dan zwaait er wat. Weet u nog? Op de knieën. Weet u nog? Papa,
Wees alsjeblieft niet meer boos op me. Weet u nog? Als ik nee zeg, is het nee. Weet u nog? Je hebt te gehoorzamen en verder uit. Weet u nog? Een kind moet doen wat hem opgedragen wordt en verder uit, basta. Weet u nog? Hebt u een onkuisheid begaan? Weet... Voor straf schrijf je 50 maal, ik mag mijn meerdere niet in de rede vallen. Weet u nog? Moet dat uit het hoofd geleerd voorstellen? Weet u nog? Sta toch op als je tegen me spreekt. Weet u nog? Als werkgever ben ik in dit geval je chef, snotaap. Weet u nog? Als je je aanpast en altijd doet wat je gezegd wordt, zullen we het zeker goed met elkaar kunnen vinden. Weet u nog? En als je niet, dan... Weet u nog? Ik beveel u. Weet u nog? Het krijgswezen. Weet u nog? In de loop der tijden. Weet u nog? Dekken, sprong voorwaarts. Dekken, sprong voorwaarts. Dekken, machinegeweer vuur van achteren. De weg bij hem glijdend bereiken. Glijdend, Hansvat. Weet u nog? Jawel, sergeant. Jawel, korporaal. Jawel, conducteur. Jawel, wachtmeester. Jawel, meneer. Weet u nog? Weet u nog? De sergeant is de moeder van de compagnie. De commandant is de vader van de compagnie. Weet u nog? Mami, papi, mami en papi. Weet u nog? Weet u nog? U hebt het recht zich voortijdig bij het recruteringsbureau te melden. Maar u hebt niet het recht zich te laat of helemaal niet bij het recruteringsbureau te melden. Verzet u daartegen. Bach, bij Weyre gaan werken. Dat wil zeggen wat Kramer onderwerken verstaan heeft. Want ook bij de boer heeft hij het niet lang uitgehouden. Vreemd genoeg heeft hij toen een bandje bij de PTT gekregen. Op zijn 18e heeft Frans Kramer zijn eerste liefdesavontuur beleefd. Zijn vlam heette Rezi. Ja... Een mensenleven lijkt op een trein. Ja, ja. Hier, het is instappen en uitstappen. Ja, ja, ja. Hartslag? Ja, ja. Niet waar, hè? Om Rezi zijn overweldigende liefde te bewijzen, heeft Fransel beloofd alles te doen wat ze begeerde. En wat had ze begeerd? Een horloge heeft die mooie geliefde begeerd. Maar niet één zoals je gewoon bij de horlogemaker kunt kopen. Nee, een andere. Kramer heeft de diefstal zo slim aangepakt dat de politie hem meteen kwam halen. Eerste maal bestraft door de rechtbank van Althausee. Uit bij de PTT. Weer bakkersknecht, ditmaal in Bad Ischl. Daarna bij de arbeidsdienst in Olmütz. En vervolgens weer bij bakker Frauendorfer in Bad Ischl. 15 oktober 1943 ingedeeld bij de Duitse marine. En dus? En dus in een oogwenk waren we in Hasslag aangekomen. Liet ik het coupé-raampje zakken. U hoort de klokken van de parochiekerk van St. Jacob in Hasslag. Het idyllische marktplaatsje Hasslag werd voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1463. Hasslag. Hasslag als zodanig. De gemeente Hasslag als leefmilieu. Hasslag een politiek spanningsveld. De Hasslager sociologisch bezien. Psychologie van de Hasslagers. In juni werden in Hasslag geboren uit het echtpaar Helmoet en Regine Frans Heimo. Uit het echtpaar Leopold en Barbara Niederwolfsgroebe Philomena. Uit het echtpaar Sepp en Herta Oberlegger Marcus. En de dienstbode Johanna Pollack schonk het leven aan Sabine Christine. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken en. Lezen en. Kijken en. Lezen en. Zo nu en dan in de krant of zo nu en dan uit het venster of bla 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 bla
bla bla bla. Een grote familie die elkaar iedere zomer weer in Ut treft. Ook de Pefkes zijn er weer. Hij speelt cello in het Hamburgs Philharmonisch Orkest. Je herinnert je hem vast nog wel. En mevrouw Ivers uit Celle en mevrouw Worsch. En iedereen vraagt waarom jij dit jaar niet meegekomen. Zo, en nu moet ik langzamerhand ophouden. Vanmiddag gaan we, mevrouw Geschiel en ik, met de trein naar Afwissel. Er schijnt een mooie bedevaartskerk te zijn die we graag willen bezichtigen. En het deel brengt ons naar het station. Hij schrijft je ook nog een paar regels. En dus? En dus in Ut aangekomen liet ik het coupé-raampje zakken. Woensdag 17 juli. In Ut is overleden Agnes Stoutzer, gepensioneerd, 70 jaar, Gottesdaal 32, begrafenis donderdag aanstaande om 14 uur in Gottesdaal. Dan een schok en we reden weer verder. Kijken. Lezen, lezen en kijken, lezen. Kijken. Kijken en lezen. De Lüneburger Heide. Stem van het volk. De Thüringer Hoogte. Wil van het volk. Carinthische Meren. Frankfurter Zeit. De Rijn bij Bingen. Lezen en kijken. Kijken en lezen. Onze medewerker Egon F. Kinselman sprak met districtsinspecteur Keizer Zieder. Meneer inspecteur, Maria Pietelman is dood. Wat denkt u, zou Frans Kramer het gedaan hebben? Kramer is de enige die het gedaan kan hebben. Ten eerste, als hij Maria Pietelman niet vermoord had, zou hij niet voor ons op de vlucht geslagen zijn. Ten tweede, Kramer heeft langdurige intieme betrekkingen met Maria Pietelman onderhouden. Dat hij opzettelijk of per ongeluk onder de trein is gekomen is een tragische bijkomstigheid. Dank u, meneer inspecteur. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. De extra berichten, de Beierse Alpen, de Ochtendkoerier, het Taunusgebergte, het Avondblad Nieuws, de Wachau, het Weekblad, de Grote en Kleine April. Zou ze op het perron staan? Waar? In Afwissel. Zou ze... Aflens? Afwissel. Afwissel? Afwissel. Zou ze... De volgende pagina, alstublieft. Vergelijk de afbeelding op onze fotopagina, AUB. Foto linksboven. Maria Pichman, 47, ongeschoold arbeidster. De krachtige taal van de mannen van haar klasse mocht ze graag horen. Foto rechtsboven. Nam de oplossing van het raadsel voorgoed mee in het graf. Frans Kramer, 44, ongeschoold arbeider. Foto midden. Onderzoek ter plaatse. Van links naar rechts, de gerechtelijke arts Dr. Hauer Dörfel, politieinspecteur Niedermoser en districtscommandant Sablatsnik. Op deze divan, pijl, werd Maria Pichelman gewurgd aangetroffen. Foto linksonder. Opzet of toeval. De plek des doods bij Hengstwald, tussen Frietsens en Wattens. De machinist van de trein... Een kaartje kopen, zich omdraaien en de hal verlaten... onder inachtneming van de dienstregeling het een of andere perron betreden... en op het perron op en neer, respectievelijk heen en weer lopen. Op een bank gaan zitten of wel blijven staan. Alleen of in groepjes rondhangen en de aankomst van de trein afwachten. Bij het binnenrijden van de trein volgens voorschrift achteruit stappen... en dan instappen in de trein stappen. Instappen, in de trein stappen, door de trein lopen... een vrije zitplaats zoeken en vragen naar... Vriendelijk of wel? Onvriendelijk of wel? Verlegen met zachte stem of wel? Hoe dan ook, de duivel mag weten hoe of God weet hoe. Naar een vrij plaatsje vragen. Gaan zitten. Zeker van uw zaak met Broens Diplomaat. Broens Diplomaat en de toekomst is voor u vandaag. Achteroverleunen. Achteroverleunen. Onafhankelijkheid, vrijheid, avontuur en Pinkel. Pinkel Shave Lotion voor de man van vandaag. Zich ontspannen. Iets koels. Even een korte pauze voor de reis verder gaat. Rijden en poseren met Meusendorfer. Meusendorfer mineraalwater. De drank voor de veeleisende reiziger. Blij zijn? Blij zijn met Climax Filter. Pittig van smaak, zacht op de tong. Een sigaret van wereldreputatie. Blij zijn met... Bruid en bruidegom, mamie en papi, oompje en tante, omi en opie, poepli en pieplie, klein frietje en klein tietje, olleke, bolleke en flapdrolleke. Ut, Afwissel, Haslach, Bloemau, Frietsens, Wattens, Windhaak, Langwied, Unteroerasch, Daim. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen.
Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen, bijvoorbeeld. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. Uit het venster kijken dan. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. In de krant lezen dan weer. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Uit het venster kijken dan weer. Meer of wel minder. Geïnteresseerd. In de krant lezen. Dan meer minder. Dan meer minder. Uit het venster. In de krant. Geïnteresseerd. Meer of minder. Uit het venster. Om ons heen de natuur. Kijken hoe het landschap voorbij vliegt, hoe een kerktoren groet, het doel wenkt, het dorp opduikt, de zon lacht, de hemel het goed met ons meent, een wolkenbank dreigt, een ruïne ons herinnert aan. Louter natuur. Dan weer. Lezen of wel. Kijken of wel. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen en. Kijken en. Lezen en. Kijken en. Naar gelang in de krant. Uit het venster. Lezen. Kijken. Lezen. Kijken. Maar eens wat sparen en niet alles naar de kroeg brengen. Dat haar spaarcentjes weg waren, altijd hadden ze tussen twee stukken linnengoed in de linnenkast gelegen en opeens waren ze er niet meer, had ze pas 2 dagen later op zaterdag gemerkt. Kramer is, zoals gezegd, op vrijdag al onder de trein gekomen. Dat het niet te geloven was, eenvoudig niet te geloven, dat ze er nu pas achtergekomen was. Wat voor een mens, ja, wat voor een onmens ze zo lang onder haar dak had geherbergd. Ongelooflijk was het. Want wie denkt nou aan zoiets? Maar natuurlijk, een mens die niets meer van God wil weten. Kramer ging immers ook nooit naar de kerk. Hij was over het geheel genomen toch al niet bepaald netjes, zoals zijn kamer er altijd uitzag. In ieder geval was Kramer dan om even over 7 weggegaan en ook 's nachts, zoals hij zo vaak deed, niet thuisgekomen. Zij, Hermine Oberlegje, had nog gedacht, hij zal wel weer naar die... Naar die ha. Ha. Naar die ha toe zijn. U weet wel. In Windhaak dus. Naar die... gegaan zijn. Nou ja, doodmaken mag je natuurlijk nooit. In Windhaak aangekomen, liet ik het coupé-raampje zakken. Wilhelm Pfeiffer, slagerij, Windhaak, Schietstraße 6. Modesalon en maatkleermakerij. Biederman. Windhaak, Hauptstraße. Oscar en Grete. Winterstein, Windhaken, Kamgarenspinnerij. Valentin Olzagers. Herberg met de zeis. Degelijk en gastvrij tegelijk. Voortreffelijke maaltijden. Anton K., chauffeur bij de post, de Windhaak. Humanitas Filter en geen ander. Hij weet waarom. Ignaz P., elektricien, de Windhaak. Humane Ludwig Boy. Geen ander. Hij weet waarom. Eva Maria F., huisvrouw, de Windhaak. Humaan, met 2 witmakers en geen ander. Zij weet waarom. Albine O., kapster, de Windhaak. Humanitin Forte en geen ander. Zij weet waarom. Ingenieur Frans N., architect, de Windhaak. Repressief humanitaire unie en geen andere. Hij weet waarom. Waarom, 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 dat hebben we ook aan professor Brunningen gevraagd. Professor, waarom is dat zo en niet anders? Ja, die vraag lijkt mij uiterst essentieel. Ik mag hem misschien beantwoorden met een citaat uit mijn eigen werk. Met een citaat dat volgens mij de sleutel is tot wezenlijk begrip van dit werk. En dat citaat luidt. Wat vergankelijk is, vergaat. Dank u wel, professor Brunningen. Lezen. Kijken. Kijken en lezen. De wereld. Rivieren. De voren. De dalen. De bonden. De akkers. De daden. De dorpen. De tijden. Kijken. Lezen. Kijken en. Later. Vanavond van Werner Koffler, plaatselijke toestanden. Örtliche Verhältnisse. Vertaling Cora Paulet, regie Leon Povel. Hier moet het destijds gebeurd zijn. Foto links laat het hele drama in 1 oogopslag zien. Gerechtigheid die zijn loop nam. Ja, die goede oude spoorweg voert ons naar ons vakantieoord. Ze brengt ons vrienden en bekenden. Maar ze verschaft ons ook alles wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud.
etenswaren en kolen, staal en hout. Ut, afiezel, haslag, bloemau, frietsens, wattens, windhaak, langwiet, unteroerasch, duim. Wat? Jazeker. Zo. Deze plaats is nog vrij. Wat u met bezet? Oh, daar zit toch niemand? Wat zegt u? Hebt u een bezwaar tegen om het raam dicht te doen? Het tocht. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Aankomst richting Ut, vertrek richting Haslag. Aankomst richting Afiezel, vertrek richting Bloemau. Aankomst richting Haslag, vertrek richting Fritsens. Aankomst richting Bloemau, vertrek richting Battens. Aankomst richting Fritsens, vertrek richting Windhaak. Aankomst richting Battens, vertrek richting Langwied. Aankomst richting Windhaak, vertrek richting Unterurasch. Aankomst richting Langwied, vertrek richting Duim. Aankomst richting Unterurasch, vertrek richting... Het station. Het station bestaat uit ten eerste de toegangsweg tot het station, ten tweede... Het stationsplein, ten derde het stationsgebouw. Met hal en loketruimte, dienstvertrek van de perronopzichten, bagagedepot, dames toilet, heren toilet, woning van de stationschef. Ten vierde het perron, ten vijfde de restauratie, ten zesde het fonteintje, ten zevende het magazijn van de plaatselijke coöperatieve zuivelfabriek met laadbrug en ten achtste het zijnwachtershuisje. Maar het zou een reis in de dood worden. Een retour unter Urasch. Toen Helmut Überlacher, zie foto, dit kaartje kocht, wist hij nog niet dat er voor hem geen retour meer zou zijn. Verloor de wedloop met de dood. Kapelaan Julius Dierenbeck. De grote schuldige, de duivel van alcohol. Plotseling... De is toen uitgestapt en heeft zich naar de locomotief begeven. Dat was geen ongeluk, dat was meer. Was een afschuwelijk gezicht, heeft de reiziger later gezegd. Daaruit het bos, heeft de machinist keer op keer herhaald. Daaruit het bos is hij plotseling opgedoken. De machinist heeft het niet meer kunnen voorkomen. Hij heeft het niet meer kunnen voorkomen. De machinist. N.B. Gedurende het oponthoud op de stations is het verboden van de wc... gebruik te maken. Huiswerk. Waarom het verboden is gedurende het oponthoud op de stations van de wc gebruik te maken. Opstel. Ongetwijfeld. Instappen. Ja, in de trein stappen. Eerst ergens vandaan komen. Het stationsplein oversteken. Het stationsgebouw binnengaan. En in het stationsgebouw de pijl volgend naar het loket gaan. Voor het loket het reisdoel zeggen en een kaartje kopen. Zich omdraaien en de hal verlaten... onder in achtneming van de dienstregeling het een of andere perron betreden... en op het perron op en neer, respectievelijk heen en weer lopen. Op een bank gaan zitten of wel blijven staan. Alleen of in groepjes rondhangen en de aankomst van de trein afwachten. Bij het binnenrijden van de trein volgens voorschrift achteruit stappen... en dan instappen in de trein stappen. Instappen, in de trein stappen, door de trein lopen, een vrije zitplaats zoeken. En vragen naar... Vriendelijk of wel? Onvriendelijk of wel? Verlegen met zachte stem of wel? Hoe dan ook, de duivel mag weten hoe of God weet hoe. Naar een vrij plaatsje vragen. Gaan zitten. Zeker van uw zaak met Broensdiplomaat. Broensdiplomaat en de toekomst is voor u vandaag. Achteroverleunen. Achteroverleunen. Onafhankelijkheid, vrijheid, avontuur en Pinkel. Pinkel Shave Lotion voor de man van vandaag. Zich ontspannen. Iets koels. Even een korte pauze voor de reis verder gaat. Rijden en poseren met Meusendorfer. Meusendorfer mineraalwater. De drank voor de veeleisende reiziger. Blij zijn? Blij zijn met Climax Filter. Pittig van smaak, zacht op de tong. Een sigaret van wereldreputatie. Blij zijn met... Bruid en bruidegom, mammie en papi, oompje en tante, omie en opie, poepie en pieplie, klein frietje en klein tietje, olke, bolke en flapdrolke. Ut, afiezel, haslag, bloemau, frietsens, wattens, windhaak, langwied, unteroerasch, duim. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen. Iets wat dan ook doen. Iets wat
dan ook doen, bijvoorbeeld? Meer of wel minder. Geïnteresseerd. Zoals altijd. Uit het venster kijken dan. Meer. Affiesel. Affiesel? Affiesel. Zou ze... De volgende pagina, alstublieft. Vergelijk de afbeelding op onze fotopagina, AUB. Foto linksboven. Maria Pichman, 47, ongeschoold arbeidster. De krachtige taal van de mannen van haar klasse mocht ze graag horen. Foto rechtsboven. Nam de oplossing van het raadsel voorgoed mee in het graf. Frans Kramer, 44, ongeschoold arbeider. Foto midden. Onderzoek ter plaatse. Van links naar rechts. De gerechtelijke arts Dr. Hauer Durfel. Politieinspecteur Niedermoser. En districtscommandant Sablatsnik. Op deze divan, pijl, werd Maria Pichelman gewurgd aangetroffen. Foto linksonder. Opzet of toeval. De plek des doods bij Hengstwald tussen Frietsens en Wattens. De machinist van de trein kon het, ondanks onmiddellijk krachtig afremmen, niet meer voorkomen. Foto rechtsonder. De bouwplaats waar Kramer het laatst werkzaam was. Toen hij de politieauto zag, verloor hij zijn positieve. Dit is makelaar Gordon Boyd. Hij beweert Kramer niet gekend te hebben. Als hij op een keer naar zijn buitenhuis bij Kemborn gaat, doet hij een ontdekking. De eigenares van deze schoonheidssalon is de elegante weduwe Mary McCormack. Ook de vermoorde vrouw behoorde tot haar klantenkring. Die bewuste vrijdagmiddag kreeg Mrs. McCormack een anoniem telefoontje. Jennifer, die bij Mrs. McCormack in dienst is, was vroeger verloofd met Kramer. Met het weekende maakt ze graag een uitstapje. Bijvoorbeeld naar Kemborn. De baas van het benzinestation Cecil D. Jones houdt niet alleen van snelle sportwagens, maar ook van mooie vrouwen. Zijn garage is ook zo nu en dan onder werktijd gesloten. Een foto uit gelukkige dagen. Frans en Anna Kramer na hun bruiloft. Met Maria Pichelman schond hij zijn huwelijkstrouw. Kijk hoe het landschap voorbij vliegt. Hoe een kerktoren groet. Het doel wenkt. Een dorp opduikt. De zon lacht. De hemel het goed met ons meent. Een wolkenbak dreigt. Een ruïne ons herinnert aan... En dus, in Affiesel aangekomen, liet ik het coupé-raampje zakken. Dit huis, vreemdeling, is een Affieselerhuis. Deze heer, vreemdeling, is een Affieselerheer. Deze hond is een Affieselerhond. Deze hoffelijkheid, vreemdeling, is Affieselerhoffelijkheid. De deur waardoor je naar binnen gaat, vreemdeling, is een Affieselerdeur. De boom waaronder je staat, vreemdeling, is een... Kijken of wel. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen dan weer. Kijken dan weer. Lezen en. Kijken en. Lezen en. Kijken en. Naar gelang in de krant. Uit het venster. Lezen. Kijken. Lezen. Kijken. Lezen. Onlusten in. Dubbele punt. Onlusten in. Dubbele punt. Onlusten in. Dubbele punt. Tragische verlichting. Kerk van Dalen, politie. Van. Paragraaf 105. Clubs en verenigingen. Politie. Clubs en verenigingen. Club. Minder. Meer. Minder. Meer. Louter! Leest u alstublieft. Tijdens een hartig hapje werden de kanselier met name de economische en culturele verlangens van de bevolking voorgelegd. De bijeenkomst duurde geruime tijd en was zeer vruchtbaar. Leest u verder alstublieft. Het drama van Hengstwald. Leest u verder op bladzij 7 alstublieft. Ongeluk of zelfmoord. De machinist heeft het niet meer kunnen voorkomen. Ondanks het onmiddellijk krachtig afremmen heeft hij de trein niet meer op tijd tot stilstand kunnen brengen. Te laat had hij de man op de spoordek aanzien komen lopen. De reizigers hebben het onverwachte oponthoud eerst niet kunnen verklaren. De conducteur is toen de coupés afgegaan en heeft de reizigers ingelicht. Enkele reizigers zijn toen naar de locomotief gegaan. Eén reiziger heeft naderhand gezegd, het was een afschuwelijk gezicht. Kramer. Kramer is door de marechaussee geïdentificeerd als de wegens moord gezochte Frans Kramer. Of het een ongeluk of zelfmoord geweest is, of het opzet of slechts panische angst voor de marechaussee was, die Kramer bij het oversteken van de spoorbaan alle voorzichtigheid uit het oog deed verliezen en tegen de aanstormende trein deed aanlopen, is nog steeds een onopgeloste kwestie. Een feit is... Dat. Kramer op die vrijdagochtend... Zoals? De voorman en de andere arbeiders gemerkt hadden, helemaal in de war en uitgeput op de bouwplaats gekomen was waar hij toen werkte. Dat.
Kramer ook de hele dag een zeer afwezige indruk gemaakt had. Dat? De voorman zelfs tegen Kramer gezegd had... Ja, wat is er dan met vriend Kramer aan de hand? Heeft hij soms te veel gevreeën vannacht? Een ogenblik. Laat u niet voor de gek houden. De voorman zei niet te veel gevreeën, maar te veel ge. Onze excuses voor dit oponthoud. Het herstel van de schade is zo voor zijn roodkoper. Pardon, dat gebeurt. Dat. Kramer toen geantwoord heeft dat hij de hele nacht gedronken had. Dat. Het toen 's middags, vlak voor het naar huis gaan, plotseling gebeurde. Dat, zoals? Drie van Kramers collega's zeiden, Kramer... Plotseling? Alles in de steek liet en als door de duivel bezeten in de richting van Hengstwald en de daarachterliggende spoordijk liep. Dat. De andere arbeiders hem nog verbaasd nariepen of hij Kiriwiet geworden was. Dat. Spoedig erop een patrouillewagen van de marechaussee bij het bouwterrein gestopt was. Een wagen die Kramer waarschijnlijk al eerder gezien had. Dat. En dus? En dus in Ut aangekomen. En dus dat Kramer van de moord geweten moet hebben, jast... Op de knieën! Weet u nog? Papa, wees alsjeblieft niet meer boos op me. Weet u nog? Als ik nee zeg, is het nee. Weet u nog? Je hebt de gehoorzame en verder uit. Weet u nog? Een kind moet doen wat hem opgedragen wordt en verder uit, basta. Weet u nog? Hebt u een onkuisheid begaan? Weet... Voor straf schrijf je 50 maal, ik mag mijn meerdere niet in de rede vallen. Weet u nog? Moet dat uit het hoofd geleerd voorstellen? Weet u nog? Sta toch op als je tegen me spreekt. Weet u nog? Als werkgever ben ik in dit geval je chef, snotaap. Weet u nog? Als je je aanpast en altijd doet wat je gezegd wordt, zullen we het zeker goed met elkaar kunnen vinden. Weet u nog? En als je niet, dan... Weet u nog? Ik beveel u. Weet u nog? Het krijgswezen. Weet u nog? In de loop der tijden. Weet u nog? Dekken! Sprong voorwaarts! Dekken! Sprong voorwaarts! Dekken! Machinegeweer vuur van achteren! De weg bij hem glijdend bereiken! Glijdend! Hansvat! Weet u nog? Jawel, sergeant. Jawel, korporaal. Jawel, conducteur. Jawel, wachtmeester. Jawel, meneer. Weet u nog? Weet u nog? De sergeant is de moeder van de compagnie. De commandant is de vader van de compagnie. Weet u nog? Mami. Papi. Mami. En papi. Weet u nog? Weet u nog? U hebt het recht zich voortijdig bij het recruteringsbureau te melden. Maar u hebt niet het recht zich te laat of helemaal niet bij het recruteringsbureau te melden. Verzet u daartegen. U hebt de plicht zich te laten verminken. Maar u hebt niet het recht zichzelf te verminken. Verzet u daartegen. Kom in opstand. Kom in opstand. Kom alsjeblieft in opstand. Ik vind het eenvoudig weerzinwekkend hoe het intiemste en heiligste van de mens door de modder gehaald wordt. Felix Maier, hooggeplaatst militair in Klagenvoort. Ik praat u omver, zodat u ophoudt zich omver te laten praten. Ik licht u op, zodat u ophoudt zich te laten oplichten. Verzet u daartegen. Voor een uitvoerige beschrijving van de misdaad zie bladzijde 7. Verzet u daartegen. U hebt plichten die al bestonden voordat u bestond. Hoe komt u daarbij? Verzet u daartegen. U hoort reclame. Verzet u daartegen. Defensie is een erezaak. Beroepssoldaat. Een beroep voor echte mannen. Een beroep voor u. Wat dan? Soms nog denken, heb u zich lelijk vergist. Ja, verbaas u zich daar maar over. Nou heb ik u waar ik u hebben wil, want nou praten wij samen. Nu ben ik bij u thuis. Het ziet er mooi uit. Net zo bekakt als ik me had voorgesteld. Ja, van uw huis moet iedereen afblijven, ik weet het. U gaat reageren. U reageert nu. Of ik snij uw dinges eraf van voren. Ja, u bedoel ik, lieve luisteraar. U bent toch de baas in huis? Het hoofd van het gezin. U, kleine lieve heer. U stuntelige autoriteitsnaaper. Wat denkt u eigenlijk? Wat is uw hooggeëerde mening? Zoiets kan je niet doen, denkt u. Je kunt de luisteraar niet zo voor het hoofd stoten. Maar dat kan, zoals u ziet. We hebben toch een goed gesprek? U reageert eindelijk.
En nog wel zuur. U bent, zoals ik zeer juist aangenomen had, een geestelijk kreupele. Ja, word nou maar kwaad, wint u nou maar op. U bent geestelijk een kreupele. U bent een lieve, beste luisteraar. Kalmeer nou toch, papi doet er toch niks. Een lieve luisteraar bent u. We hebben toch alleen maar het beste met u voor. U bent een heel, heel lieve luisteraar. U bent een goedenavond, lieve luisteraar. U bent een wij heten u weer van harte welkom, lieve luisteraar. Papi doet u toch niks. U bent een lieve luisteraar. Lief, U zult zich herinneren. Weet u nog? Je moet je vader en je moeder eren, opdat het je enzovoort enzovoort. Weet u nog? Uw haat hebt u altijd voor u gehouden. Weet u nog? Weet u nog? Wie zijn kind lief heeft, kastijdt het. Weet u nog? Als je daar nog een keer aankomt, dan mag je niet aan zitten. Dat is vies. Dan kom je in de hel. En onze lieve heer ziet alles. O, wee als je het nog eens doet. Weet u nog? Dat zeg ik tegen het kindeke Jezus. Weet u nog? Nu haal ik de boeman. Weet u nog? Streng. Maar rechtvaardig. Weet u nog? Wacht maar tot papi thuis komt, dan zwaait er wat. Weet u nog? Op de knieën. Weet u nog? Papa, wees alsjeblieft niet meer boos op me. Weet u nog? Als ik nee zeg, is het nee. Weet u nog? Je hebt de gehoorzame en verder uit. Weet u nog? Een kind moet doen wat hem opgedragen wordt en verder uit, basta. Weet u nog? Hebt u een onkuisheid begaan? Weet... Voor straf schrijf je 50 maal, ik mag mijn meerdere niet in de rede vallen. Weet u nog? Moet dat uit het hoofd geleerd voorstellen? Weet u nog? Sta toch op als je tegen me spreekt. Weet u nog? Als werkgever...